Opnieuw is Paridaans mee, Fischer is mee, Ter Heide. Dat zijn de drie belangrijkste koppers aan de kant van SM. Daar komt die bal, wordt geraakt. Doelpunt! Hij gaat erin, het is 1 tegen 2. Doelpuntenmaker Ruud Ter Heide. Wat een geweldige kopbal. En dan gebeurt toch datgene waar de graafschap zo bang voor. Tenissen, kan hij alleen aan van de doelman? Ja! Tenissen! Gaat hij voor de derde? Hij tikt er terug. Dit moet hem worden, Ter Heide! Ja! 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 Het gaat gebeuren in de counter, want de Graafschap voetbalt met name tegen zichzelf. Het krijgt heel veel kansen. Maar zondagmiddag, twee dagen na de knappe 2-3 overwinning van FC Emmen bij de Graafschap. Ruud Ter Heide, de grote man in Doetinchem, geniet thuis in zijn geliefde Enschede van een vrije middag. Ik ben zoals ze zeggen een echte tukker. Hè? Dus ik ben hier geboren en ik woon hier al mijn hele leven. Dus echt boy from the east. Ga je nooit meer weg hier? Nee, ik heb altijd gezegd, ik voel me hier goed en dit blijft altijd mijn thuishaven. Dus waar ik ook ga voetballen ooit of wat er ook in het verschiet ligt, ik hou altijd dit huis aan en dan waar ik terecht kom, dan zie ik dan wel weer. Maar dit blijft wel altijd thuis. Thuis betekent voor Ruud Ter Heide het samen zijn met zijn vrouw Chantal en sinds 3,5 maand ook met zoontje Jesse. Kom hier. Zo, en Loesje, zet ze ons op de camera. Je leventje verandert wel en je krijgt toch wel iets meer verantwoordelijkheid. En ik dacht dat ik daar wel heel makkelijk overheen zou stappen van als ik hem een tijdje niet zou zien. Maar ik mis hem gewoon. Als ik een weekje van huis moet, dan is het toch minder prettig. En ik wil hem het liefst gewoon iedere dag even in mijn arm hebben. Dus dat is wel fijn dat hij nu iedere dag gewoon op en neer kan. Ruud Ter Heide, een echt familiemens dus. Iemand die alles doet op basis van gevoel. Niet alleen in zijn privéleven, maar ook op het voetbalveld. Vandaar ook dat de spits, die zijn profloopbaan begon bij FC Twente, via Werder Bremen in 2005 neerstreek bij het kleine AGOVV. Een club in opbouw, maar voor Ter Heide de juiste club op het juiste moment. In 3 seizoenen scoorde de Twent 51 doelpunten voor de club uit Apeldoorn. Ja, ik denk dat ik daar kwam als broekie in de voetballerij. En daar ben ik uiteindelijk wel weggegaan met de nodige ervaring. Het laatste jaar aanvoerder geweest. En toch wel belangrijk gemaakt door John van der Brom, waar ik hem nog steeds dankbaar voor ben. En daar leer je toch op een ander beeld naar wedstrijden kijken. Dat je toch wat meer mee gaat denken met de technische staf. Dat je een beetje kan inleven in wedstrijden. En dat is wel een belangrijke stap in mijn carrière geweest. Ja, ben je daar volwassen geworden? Ik denk het wel. Ja, ik denk dat je er wel iets meer van opsteekt. Anderhalf jaar geleden verruilt Ter Heide AGOVV voor een andere Jupiler League club, namelijk Cambuur Leeuwarden. In Friesland bleef hij een geweldig eerste jaar. Ter Heide scoort veel en promoveert bijna naar de Eredivisie. Dit seizoen begint hij opnieuw als de aanvalsleider. Maar al snel belandt Ter Heide op de bank. Ik was gewoon altijd de eerste keuze onder de trainer, van de trainer. En een rode kaart gekregen in de thuiswedstrijd tegen MVV. En op het moment dat dan Mark de Vries erin komt. En dan moet ik hem ook alle credits toegeven. Hij heeft gewoon goed gedaan. Hij schoot de ene naar de andere bal binnen. Ja, waardoor de keuze voor de trainer eigenlijk ook wel snel gemaakt was. En Mark gewoon bleef staan. Ja, en dan heb je even een andere rol. Ja, want het systeem werd niet aangepast. Ze bleven met één echte diepe spits spelen. Ja, ik heb niet echt de kans gehad om met twee spitsen te spelen. Dat hebben we één keer uitgeprobeerd, maar toen was thuis tegen Telstar en dat ging niet echt naar behoren. En toen werd het toch al snel weer overgeschakeld naar het 4-3-3 systeem. En ja, Mark was gewoon op dat moment de eerste spits. En dan heb je bij neer te leggen, maar goed, of je het daarmee eens bent is weer wat anders. Is het dan een nederlaag die je dan even moet slikken als je bij Cambuur weggaat? Ja, voor mij is dat wel een nederlaag. Want ik ben met de doelstelling naar Cambuur gegaan om daar gewoon eerste spits te worden. En de Eredivisie in te gaan. En zorgen dat ik daar nog twee leuke jaren in de Eredivisie zou hebben. En dat is niet gelukt. Dus wat dat betreft mag ik wel spreken dat ik daar teleurgesteld in ben. Ja. Maar je kan alweer terug. Ja, ik heb in principe hierna, moet je ook ja, ja, ik heb hierna nog een jaar bij Cambuur. En dat ligt gewoon in de planning. En ik ga ook met frisse moed weer terug. Alleen dan ga ik wel met een bepaald gevoel er naartoe dat ik wel even wil laten zien wie Ruud Ter Heide is. Ja, je kunt nu laten zien, denk ik, hè, het komende half jaar. Dat is toch je doel? Ja. Of heb je ook al zoiets van, ik heb weliswaar nog een jaar contract, maar... Nee, zo zit ik niet in elkaar. Ik ga liever naar een andere club. Daar denk je nog helemaal niet over. Nee, dat denk ik helemaal niet. Nee, ik wil niet te veel vooruit plannen. Ik ga gewoon lekker weer plezier maken en voetballen. En als de doelpunten komen en dan kijk ik aan het einde wel wat de opties zijn. Ik kan nu alles gaan plannen, maar misschien komt het toch niet zo uit zoals ik zelf denk. En mijn eerste doel is gewoon met Emmen erin blijven. Leuke tijd maken en wie weet, misschien ga ik terug naar Cambuur, misschien blijf ik bij Emmen, misschien ga ik het buitenland. Ik weet nog niet wat de opties zijn, dus ik hou me daar ook nog niet zoveel mee bezig.
ben jij gewoon een echte eerste divisiespits? Of Jupiler League spits moet je dan niet zeggen. Toch? Maar vind jij jezelf echt een spits voor het ene hoogste niveau? Dat weet ik niet. Dat is heel moeilijk beoordelen. Feit is dat ik in de Jupiler League bewezen heb dat ik het kan. Alleen het grote werk, dat heb ik nooit echt buiten die 5 invalbeurten bij Twente, heb ik nooit echt een kans gehad. Dus ik ben voor mezelf nog steeds nieuwsgierig van, zou ik het daar ook kunnen laten zien? Hè? Ik weet wat ik kan. Ja, ik ben niet de snelste spits, ik heb niet echt een goede actie, maar ik heb zeker wel kwaliteiten. Anders schiet je er niet zoveel in de Jupiler League. Dus moeilijk te beoordelen, denk ik. Ja, Emma had ooit een spits, Michel van Oosterham, hè? Scoorde in de eerste divisie aan de lopende band, maar op het hoogste niveau kwam hij net tekort. Ja, dat klopt. Nou, als ik zie de wedstrijden die wij bijvoorbeeld met Cambuur tegen Roda hebben gespeeld, ja, dan kom je qua voetballend niveau kom je mee. Alleen je moet wel net iets slimmer zijn om toch bepaalde loopacties of bepaalde momenten voor het doel die je toch beter moet leren kiezen. En daar valt voor mij zeker nog wat in te verbeteren. Alleen ik denk als je de kans krijgt dat je dagelijks op eredivisie niveau traint, dat zeker nog wat te verbeteren valt. Jongens, papa, ik ben met wakkeren. Oh, hallo. Plezier, dat is voor mij zo belangrijk. En daar komen prestaties vanzelf, daar geloof ik in. Het moet niet allemaal eentonig worden. En ik kan nu weer lekker belangrijk zijn voor de ploeg. En mijn ding doen, lekker vrijdagavond naartoe leven. En dat is denk ik heel fijn. Ja, wat ben jij voor een speler eigenlijk? Ja, je zegt al, je leeft op intuïtie, op gevoel. Speel je ook op intuïtie? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ik wel een echte spits ben die het gevoel heeft in de 16. Dus wel de juiste momenten eruit kan pikken waar ik denk dat een bal gaat vallen. En op het juiste moment toe te slaan. En ik ben een aanspeelpunt. Ik kan vrij goed koppen. Maar goed, ik weet ook mijn tekortkoming. Als we ver van het doel spelen, dan heb ik vaak een probleem. Omdat ik niet echt een actie heb en geen snelheid heb. En ik denk als je daar een beetje de mix voor jezelf in vindt. En ik denk hoe ouder je wordt, hoe beter dat misschien ook wel gaat. Dan kan ik wel van waarde zijn voor het team.